Genesis, hoofdstuk 13. So het Abram dan uit Egypte naar die Suidland opgetrek, hy met zijn vrouw en zijn hele bezitting en Lot saam met hom. En Abram was baie rijk aan vee, aan zilver en goud. En hij het van plek tot plek uit die Suidland getrek tot bij Bet-El, naar die plek waar zijn tent in die begin gestaan het, tussen Bet-El en Ai, naar die plek van die altaar wat hij vroeger daar gebouwd het. En Abram het daar die naam van die Heere aangeroep. En Lot, wat samen met Abram getrek het, het ook klein vee en beeste en tente gehad. En die land kon hulle nie dra om samen te wonen, want hulle besittings was groot, zodat hulle nie saam kon wonen. En daar het twis ontstaan tussen die veewachters van Abram en die veewachters van Lot. Ook het die Kanaaniete en die Ferezite destijds in die land gewoon. Toe sê Abram vir Lot, laat daar toch geen twis wees tussen mij en jou, en tussen mij wachters en jou wachters nie. Ons is ons broers. Leid die hele land niet voor jou op nie. Skui jou toch van mij af. Gaan jy links, dan zal ik rechts gaan. En gaan jy rechts, dan zal ik links gaan. Toeslaan Lot sy oe op en sien dat die hele Jordaanstreek ooral vol op water het. Voordat die Heere Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die richting van Soar, soos die tuin van die Heere, soos Egypteland. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies en Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die andere geskei. Abram het bly woon in die land Kanaan en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die mannen van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Heere. En die Heere sê vir Abram, nadat Lot van hom geskei het, slaan toch jou oe op en kyk van die plek waar jy staan, naar die noorde en suide, naar die ooste en weste. Want die hele land wat jy sien, zal ik aan jou gee en aan jou nageslag tot in eeuwigheid. En ik zal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, zodat als iemand die stof van die aarde kan tel, jouw nageslag ook geteld kan worden. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ik zal dit aan jou gee. Toe het Abram al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentijnbome van Mamre, wat bij Hebron is, en hy het daar vir die Heere een altaar gebouw.